vervolg wel degelijk te kunnen bieden. Daar hebben we heel veel jongeren mee kunnen redden. Dat is, en dat ging op een manier van, men kwam bij ons, hoorde dat dit een probleem was en gaf gelijk ook een oplossing aan. En zei dan, Jules, zoals ben, jullie allemaal Ben kennen, dat gaat dat natuurlijk wat geld kosten, dat moeten we goed regelen. Maar dat zei hij op zo'n manier dat je daar gewoon niet onderuit kon. En toen nog geen portemonnee kon trekken, maar wel samen optrekken naar degene die die portemonnee wel kon trekken. En daar schakelde hij vrij snel iedereen voor in. Met het verhaal van, het gaat om de jongens en de meisjes en wie ben jij dat je daar nee tegen zegt. In die periode, of dat vlak daarna, kwam ik in mijn tweede functie. Toen was ik inmiddels raadslid geworden. En daar maakte hij heel handig gebruik van. Die zit dichter bij de pot. En daar hebben we ook het een en ander voor elkaar kunnen krijgen. Ook weer in diezelfde, het gaat om de groep, het gaat om de doelgroep. Daar moeten wat middelen bij. Natuurlijk vanuit de intentie, vanuit de inhoud. Maar daar kon niemand, zelfs de toenmalige wethouder, daar nee tegen zeggen. En altijd, dat is prijzenswaardig van Ben, dat zijn persoon ertoe leidde dat hij dat samenwerken tussen die verschillende instellingen, communale vluchtelingenwerk, niet de meest makkelijke instellingen om mee samen te werken. We hebben het nog niet eens over het Johan Witt College, maar toch door zijn persoon is dat wel gelukt. Over verschillende voogdijinstellingen die er ook nog het een en ander mee te maken hebben, zelfs het ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken hebben daar nog een bijdrage kunnen leveren. En dat deed hij in zijn eentje, maar wel met de achtergrond van ik heb er een heleboel klaarstellen en als je niet betaalt, dan komen die op je af en dan heb je een groter probleem. Dat heb ik gemerkt in mijn laatste functie, want ik ben ondertussen gegroeid en wethouder geworden. En de eerste contact die ik als wethouder had met het Wereldvenster, was Ben aan tafel van, dit is een prachtig project, heb je er geld voor? Nou, zeg dan maar nee. Dat is heel typerend voor Ben geweest, in ieder geval de relatie met mij, maar altijd in een goede verstandhouding. Altijd weten waar het om gaat, altijd aandacht hebben voor degene die buiten de boot vallen, op wat voor manier dan ook. Dat is de intentie geweest waarin Ben heeft gewerkt, daar hebben we elkaar in gevonden. En daar zullen we elkaar ook niet in verliezen, denk ik aan. Uiteraard ben ik ook in al die functies bij het band Wereldvenster, waar dat toen al zat. En volgens mij zelfs in eerste instantie nog niet Wereldvenster heette. Maar doet er verder niet toe. Maar altijd zag je dat de inhoud, de intentie, de passie waarmee dit allemaal moest gebeuren, ook daadwerkelijk tot uiting kwam in het werk. Je zag geordend. Daar kunnen we nog van mening over verschillen. Maar had goed in de gaten wat er moest gebeuren. En had aandacht. En dat is toch wel heel bijzonder. Ook voor die vrijwilligers. Die, waar eigenlijk de hele zaak op draait. Die doen het. En dan niet zeggen van, wat kan jij voor mij doen? Maar wat kun jij? Wat bijdraagt aan het? Dus aan twee kanten te doen. Dat is heel knap. Daardoor heb je heel veel vrijwilligers aan je. Altijd kijken wat je wel kan en dat proberen in te zetten in het hogere doel te streven. Dat waarderen we enorm. De inhoud zorgen dat mensen die het moeilijk hebben, mensen die het moeilijk hebben, een plek krijgen, een toekomstperspectief kan worden gebouwd. Dat is de inhoud van jouw werk geweest. En de organisatie zo inrichten dat de mensen die daarmee meewerken ook een zinvol perspectief kunnen doen in de toekomst. Dat is het werk wat jij gedaan hebt. En wat mij betreft ook nog wel doorgaat, maar ik heb begrepen dat je iets anders gaat doen. Ik heb begrepen dat het verhaal van die Stille Zuidzee waar je naartoe zou willen, dat stond op een site wat ingericht was voor rustige mensen. Volgens mij is dat niet te combineren, een site met rustige leuk, mensen, maar dat is jou in ieder geval ook gelukt. Maar ik ben wel benieuwd hoe het tot stand is gekomen, want je bent dus een man. Ja, dat vind ik. Wereldvenster, de naam Ben Bussing is daar verbonden. Dat gaat nu anders worden, blijkt nog Wereldvenster heten.
En Bussing neem ik aan ook nog steeds met Bussing. Ja, maar ja, als je gaat trouwen dan. Ben Bussing, wat mij betreft, ben je, blijf je, wereldfant. Want bij het contact dat ik sloot toen ik wethouder was, ik heb gezegd van als je mensen gaat toespreken van hey, als al een jaar bestaan of zo, dan mag je geen cadeautjes meenemen. Zeker niet met instellingen die een subsidierelatie hebben, want die krijgen al zoveel. Dus dat is me uitdrukkelijk verboden. Maar ja, ik ben nog een beetje anarchistisch, dus ik doe dat toch wel gewoon. Ik heb een klein cadeautje meegenomen voor je. Ik kan dat overal ophangen. Het is wat symbolisch, maar ik denk dat onder een kopje als twee rustige mensen, die symboliek is namelijk het bespreken. Dat is je van harte gevraagd. Een beetje op zijn kerk. Een beetje hoger.